boutique klassiek met Nicole van Opstal de zomer heeft traditioneel enkele heerlijke festivals in petto voor muziekliefhebbers. En de aftrap wordt eind juni al gegeven met Albanova. Op zondag 28 juni kan u in de Landcommanderij Aldenbiezen een hele dag lang van muziek gaan genieten. Vroeger heette het evenement Dag Oude Muziek, maar vorig jaar werd dat Albanova. Bij mij is Paul Kranen, directeur van Musica, Impulscentrum voor Muziek, dat deze dag organiseert samen met Landcommanderij Aldenbiezen. Goedemiddag. Ja, de dag oude muziek, dat was een begrip voor de meeste muziekliefhebbers. Uh, jullie hebben een paar accenten verlegd toen het Albanova werd. Uh, wat is Albanova nu precies? Albanova is een festival voor creatie en muzikaal erfgoed. En het is dat woordje creatie, wat uh, het nieuwe accent is, zou je kunnen zeggen. Dus wij proberen echt die link te maken tussen die wereld van de oude muziek en de nieuwe muziek. Dus oude muziek gezien door hedendaagse ogen? Of? Ja, of ook omgekeerd. Want wij, wij werken in twee richtingen. Hè. We, we laten de oude muziek klinken naast creaties, naast nieuwe muziek. Uh, maar evengoed laten we nieuwe muziek ook infiltreren door oude muziek... of uh, vragen we aan componisten om zich te laten inspireren door muzikaal erfgoed. Jullie hebben het opgebouwd rond een thema. Hè. Dat is traditioneel. Zo, dat was vroeger ook zo bij de dagoude muziek. Welk is het thema nu? Het thema heet École du Nord, afgekort Eden. En Eden verwijst natuurlijk ook naar die paradijselijke tuin, een idyllisch oord waar alles in harmonie is. Maar dat thema draagt vooral een ander thema in zich, en dat is het thema van de ontmoeting. En uh, dat ontmoetingsidee zit al een stukje in de missie van Albanova, in de zin dat wij die ontmoeting proberen te creëren tussen muziek van het verleden en van nu. Maar dit jaar krijgt dat nog een extra accent, dankzij een project van Thomas Baté. Thomas Baté is onze centrale festivalgast, zou je kunnen zeggen. Een co-curator, iemand die ons ook advies heeft gegeven in de programmatie. En hij liep eigenlijk al langer met een artistiek ei rond, een, een idee. En dat idee, dat, uh, dat gaat over die École du Nord. En die École du Nord, dat is een, een middeleeuws fenomeen. Waarvan we zeker zijn dat het heeft plaatsgevonden, maar voor het overige uh, kennen we eigenlijk heel weinig details. Um, maar het meest fascinerende aan die Ecole du Nord is dat het gaat om bijeenkomsten van muzikanten uit heel Europa in verschillende steden van de Lage Landen, jaarlijks tijdens de vaste periode. En dat we kunnen veronderstellen dat in die tijd, we spreken eind 14e eeuw, begin 15e eeuw, de tijd voor de muziekdruk, dat dergelijke bijeenkomsten toch wel een enorme impact moeten hebben gehad ja. op die muzikanten, maar ook. Op de verspreiding van muzikale kennis, expertise. Ja, en dat idee gaat Thomas Batet dan ja, aangrijpen om ook iets te doen op Albanova. Nu, hij kan het straks zelf vertellen, want hij is vandaag onze centrale gast. Jammer genoeg konden we jullie niet samen uh, in de studio krijgen. Maar Thomas zal straks wel een welkome aanvulling geven uh, over dat aspect van die École du Nord. Um, ja, École du Nord, Eden, uh, op welke manier hebben jullie het nog verder uitgewerkt? Het is zo dat Thomas met zijn collectief van mensen... ...want hij heeft echt een, een grote groep van muzikanten... ...rondom zich verzameld. Mensen die um, ja, uit verschillende disciplines komen ook. Sommigen komen uit de oude muziek. Anderen zijn eerder expert in uh, orale tradities of volksmuziek. Of ook andere disciplines. Het is zo dat ze na die dat openingsconcert gaan uitswermen op het domein... ...op de Alden Aldenbize... ...in kleinere uh, formaties. En daar gaan zij... Korte concerten brengen uh, waarin dat ontmoetingsidee op verschillende manieren gestalte krijgt. Ontmoetingsidee, zoals ik al aanhaalde, in de zin dat je uh, oude muziek naast nieuwe muziek zal, zal te horen krijgen. Oude muziek soms in de pure vorm, zoals met uh, het Sot-concert met Claire Le Filiatre en Vincent Dumestre. Nieuwe muziek in de pure vorm, eh, zoals met het Helmholtz-kwartet eh, rondom componist Thomas Smetreins. Maar vooral ook eh, formaties, concerten, waarin je beide aspecten naast elkaar zult zien en horen. Eh, ik kijk bijvoorbeeld heel erg uit naar het concert met Erik Slaichiem en Marnix de Kat. Twee ervaren rotten in zowel de hedendaagse als de oude muziek. Met een creatie van Erik, maar ook geput uit het repertoire van Petrus Alamire. Dus er is eh, op verschillende plekken van alles. Te doen, dat is het idee dat jullie hebben overgehouden aan de dag oude muziek. Uh, is er buiten ook van alles te beleven? Dat is inderdaad een aspect dat we hebben doorgetrokken. Uh, bezoekers krijgen echt de kans op Albanova om uh, een, een brede waaier aan muziek uh, te beleven dankzij korte concerten. Wij kiezen voor uh, concerten van een veertigtal, vijfenveertigtal minuten, waardoor je echt een heel aantal van die concerten kan meemaken. En daartussenin heb je ook nog een heel groot vrij aanbod in open lucht gedeeltelijk, met concerten in open lucht. Maar ook participatieve zaken. Er is een lecture performance. Er zijn heel wat activiteiten voor kinderen ook. Je wandelt bij wijze van spreken van de ene muzikale verrassing in de andere. Mm -hmm. Je hebt al een paar grote namen genoemd: Claire Le Filiatre, Vincent Dumestre en nog meer. Maar ik dacht dat het ook wel de bedoeling was dat jullie jong talent kansen gaven. Dat is inderdaad zo. Voor ons is dat een heel belangrijke missie om ook te werken aan die talentontwikkeling, aan het kansen geven aan jonge mensen, mensen met een idee, mensen met een missie. En uh, we hebben een heel bijzonder project ook um, met de deeltijds kunstonderwijs uh, tijdens deze tweede editie. Uh, de Academie van Tongeren, muziekacademie, zal onder leiding van pianist Johan Bossers het uh, bekende monumentale Spem in Alium van Thomas Tallis brengen. 40-stemmig werk. Maar ze gaan dat op hun manier doen. Dat betekent een uh, grote groep van zowat 80 muzikanten van alle slag. Dat betekent uh, studenten uit de richtingen lichte muziek en jazz. Die misschien voor het eerst met een partituur en zeker zo'n historische bron aan de slag gaan. Met daarnaast klassieke muzikanten die gevraagd worden om. Te gaan variëren en te improviseren. En wat ik zo mooi vind aan dat project is dat iedereen een stukje uit zijn comfortzone treedt. Iedereen die avontuurlijke stap zet. En dat kan misschien wel symbool staan voor Albanova als geheel. Dankjewel, Paul Kranen. Dus zondag 28 juni, iedereen naar Albanova in Biesen. Veel succes gewenst en natuurlijk ook een stralende zon. Dankjewel.